Goedenavond, 24 juni. Ja, zoals gezegd, heel Nederland houdt zich nog bezig met het EK. Terwijl hier in Venlo en omstreken al vooruitgekeken wordt naar het nieuwe seizoen van VVV Venlo. Dat gaan we hier bij VVV Live doen. Onder andere met Stan Valks en Jos Loewekaai. Die schuiven zo meteen aan. Nu al Barry Jaspers als kritisch supporter en Marco Bogers als directeur. Dit is VVV Live. Ja, Marco Bogers kent natuurlijk iedereen. Barry, je staat hier op mijn lijstje als kritisch seizoenkaarthouder. Welkom, Barry. Mensen zullen je misschien ook nog kennen als verslaggever van Omroep Venlo. Bij vele wedstrijden van VVV aanwezig geweest. Ja. Hoe is het als seizoenkaarthouder om zo'n afgelopen seizoen mee te moeten maken? Ja, dat is waardeloos natuurlijk. Ik heb de eerste wedstrijd mogen aanschouwen. Die werd toen nog gewonnen. Dus dat was een meevaller, maar de rest dat was helemaal niks. En vanuit thuis te kijken naar de wedstrijden is moeilijk. Ik mocht dan wel als verslaggever van Omroep Venlo nog een aantal verslagen doen van wedstrijden live. Maar dat was ook niet echt leuk, want het was kil, het was stil. Je hoort iedereen heel hard praten, de spelers, geen sfeer. Dus ik ben blij dat het dadelijk het nieuwe seizoen weer, dat het allemaal weer mag. Pijnlijk. Allemaal weer mag, Marco? Directeur VVV Venlo, welkom. Mag het allemaal weer? Is het poorten open en kom maar? Ja, dat mag. Dus 100% publiek. Dat is toegestaan. Maar natuurlijk wel weer met de nodige voorzorgsmaatregelen. Het testen natuurlijk wel. Het bewijs van een coronavaccin. Dus dat wel. En we worden eigenlijk wekelijks nu door de KNVB op de hoogte gehouden. Maar het mag vanaf augustus. Ook bij de eerste training zondag hebben we publiek. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. En ja, de woorden die Barry net ook zegt, dat willen wij gewoon niet meer horen. We willen gewoon dat iedereen weer de wedstrijden live in het stadion kan meemaken. Het C-woord is gevallen, hè? Corona. Even terug naar afgelopen seizoen. Neem ons eens mee. We hebben het er al vaker over gehad, maar een ramp. Niet alleen sportief gezien, maar ook organisatorisch, denk ik. In alle opzichten. Het was een seizoen van uiterste natuurlijk, sportief gezien. Maar overal blijft het beeld hangen van veel teleurstellingen. Bij supporters, bij sponsors. Ik heb het zelf ook als een zeer, zeer teleurstellend seizoen ervaren. Ook natuurlijk door de vele nederlagen. Als je dan alleen in een stadion zit of met een aantal mensen, dan voelt dat heel verkeerd. Dan voelt dat slecht. Dan moet je ook weer naar huis en daar weer een teleurstelling voor werken. Maar je kunt, normaal deel je dat met mensen, nu kan dat niet. Dus al met al voel je je ook een beetje alleen op de wereld als je in het stadion zit. En of dat nu in de Kuip is of in het eigen stadion, de Koel, dan is dat vervelend. Maar al met al het verschrikkelijk seizoen wat ik in mijn lange loopbaan bij VVV heb meegemaakt. Ja, Barry, je zegt net, ik ben er een paar keer nog bij geweest als verslaggever. Dan ben je een van de weinige mensen die Giacomakis live een doelpunt heeft zien maken. Ja, dat is dan wel weer een voorrecht. Hè? Dat was natuurlijk een pluspunt afgelopen seizoen. Je mist gewoon die entourage. Als je dan nou bij de EK ziet, hè, met de wedstrijden in Kopenhagen en Budapest met volle bak. En je ziet Denemarken, niet het beste team, maar wel dat daar iets loskomt. Misschien ook met het gebeuren met Eriksen. Maar zo'n publiek helpt gewoon. En dat heeft VVV helaas niet mogen hebben. Ja. En die VVV-publiek kon altijd net dat extra steuntje in de rug geven. Ja. En helaas. Helaas, ja. Het is niet anders. Daar kunnen we ons misschien achter verstoppen, Marco. Maar zal ik dan de flauwe vraag stellen? Zonder corona net zo slecht voetbal, denk je? Ja, moeilijk te beantwoorden. Hoe zwaar is het financieel? Laten we daar als eerste naar kijken. Zaag dat eens door. Ja, kijk, zoals afgelopen seizoen, wat je dan meemaakt, zeker in de eerste fase van het seizoen, was nog heel veel onduidelijkheid, onzekerheid, ook over steunmaatregelen. Hoe pakken de sponsors en supporters het op? Uiteindelijk vind ik dat een groot compliment aan onze achterban, hoe ze de club hebben gesteund. We hebben natuurlijk fors in kosten gesneden, ook in het spelersbudget. Wij begonnen met het veruit het laagste spelersbudget, wat ik geen excuus vind hoor, maar wel veruit het laagste spelersbudget. Budget. Dat hebben we later iets naar boven bijgeschroefd. Alleen, je ziet gewoon dat ook in je cijfers nu, dat het niet aanwezig zijn van sponsors, publiek, in ieder geval toch zijn weerslag heeft. En dat we over afgelopen seizoen een behoorlijk verlies gaan draaien. Ja, je noemde het eerder een soort bulldozer die de kosten voor je uitschuift. Het is allemaal leuk, die steun, maar er blijven ook nog onbetaalde zaken of terug te betalen zaken liggen. Ik hoef geen 16 cijfers achter de komma, maar hebben we het hier over
Iets met 7 cijfers voor de komma? Nou, goed. Is het miljoenen waar VVV dan mee te maken heeft? Nee, geen miljoenen. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Ik vind dat we de kosten goed in controle hebben gehouden afgelopen seizoen. Maar we hebben gebruik gemaakt van steunmaatregelen. Maar dat betekent ook dat je bijvoorbeeld ten aanzien van je belastingen die je moet betalen, ook daar uitstel voor gekregen hebt. Ja. En op enig moment zul je die moeten gaan terugbetalen. Dus we zullen daar ook verstandig mee om moeten gaan in de toekomst. Dat zullen we ook zeker doen. Maar het betekent nog een behoorlijke, noem het ook een naheffing, maar in ieder geval een nasleep van. En daar zullen we de komende jaren nog rekening mee moeten houden. Voor wat betreft sponsoring is het gewoon heel lastig in ieder geval te voorspellen. Er zijn bedrijven bij die het heel goed gaat. Er zijn ook een aantal bedrijven bij die het gewoon minder goed gaat. Of om moverende redenen andere keuzes maken en ons nu niet steunen. Dat moeten we ook respecteren. De eerste berichten zijn uiterst positief. De eerste signalen zijn heel positief. Seizoenkaarthouders, boven verwachting goed op dit moment. We gaan dadelijk de 2000 over. Woensdag hebben we een belactie, ook richting is. Dat gaat hartstikke goed, zijn we heel tevreden over. En ook de sponsoring. Dus ik ben wat dat betreft wel weer positief gestemd. Neemt niet weg, cijfers liggen niet. Dat over het afgelopen seizoen we te maken hebben met een, of dit lopende seizoen, wij ronden dat 30 juni af natuurlijk, ons boekjaar. Ja, dat we te maken hebben met een verlies. En door de degradatie, want dat komt er nog een keer bovenop, voor komend seizoen ook een fors verlies begroten. Ja. Van het C-woord naar het D-woord, waar we 4 jaar lang niks mee te maken hadden in Venlo. Degradatiespook was zo goed als verjaagd en dat was iets uit het verleden. Marie, zo oud zijn wij allebei nog niet, maar wij hebben zelfs al de nodige degradaties meegemaakt. Wendt dat ooit? Ja, dat is het lot van VVV, hè, wat iedereen altijd zegt. Ik zei van, ook al tegen Marco, ik ben liever supporter van VVV dan van FC Groningen of Heracles. Want dan word je ieder jaar tussen plaatsen. Weet je in februari dat er niks meer gaat gebeuren? En wij weten gewoon, of wij hopen dat we over een aantal jaar wel weer een feestje mogen vieren. Dus dat is het lot van VVV. En het is niet anders. Natuurlijk, na de januari maand hadden we natuurlijk anders gehoopt. Nou, we bennen. En je zag op een gegeven moment zag je het afgeleiden. Dat hebben we ook al een aantal keren meegemaakt. En dan weet je dat het bijna niemand te keren is. Ondanks alle positieve woorden van de spelers voelde ik ook al aan van dat kan bijna niet meer goed komen. En helaas was het ook. Het kwam niet meer goed. Wat is voor jou het dieptepunt? En dan bedoel ik niet zozeer welke wedstrijd. Want ik denk dat we daar allemaal een kruisje achter de 13-0 tegen Ajax zetten. Wat is voor jou het dieptepunt? Afgelopen seizoen, ja, het gaat dan toch om momenten. Hè. Na die januari maand, ik denk toch, en dan noem ik toch wedstrijden. Een Groningen thuis, dat je met 10 tegen 11 komt te staan en vlak voor tijd achterkomt. Of de wedstrijd tegen Sparta, hè. Die werd toen afgelast in die periode dat VV in de flow zat. Ja. En werd later ingehaald. Toen maakte Da Graça daar een minuut of 12 een eigen doelpunt. Ja, en dan voel je gewoon, andere jaren ging dat allemaal net goed en nu ging het allemaal net fout. En dan voel je gewoon dat dat af het glijden is. Ja. En dat was wel een dieptepunt. Ik heb een vraagje voor Marco, hè. Want je vertelde ook vlak na de degradatie dat jullie intern grondig zouden gaan evalueren. Wat zijn nou de belangrijkste punten eigenlijk die daar uitgekomen zijn? Uit de evaluatie, die hebben wij gevoerd, absoluut. Ik kan en mag er nog niet heel veel over zeggen, maar neem van mij aan dat we dat op alle fronten en alle geledingen hebben gedaan. Niet alleen intern, maar we hebben ook gebruik gemaakt van expertise van derden. Bijvoorbeeld de KNVB, maar ook een aantal andere clubs, zoals bijvoorbeeld AZ. Waarom? Om ook te leren van fouten, maar ook te leren van met name ervaringen bij andere clubs. Maar ook van deskundigen die bij de KNVB zitten. Dus we hebben een review gehouden. Dat was overigens al net voor de degradatie. En dat heeft ook geleid tot een nieuw voetbaltechnisch beleidsplan. Wij komen de komende maanden daarop terug, voor aanvang van het seizoen, ook wat de uitkomsten van die evaluatie zijn geweest. Ik hoop dat je me niet kwalijk neemt dat ik daar nu in detail niet iets over kan zeggen. Neem van mij aan dat we dat doen. Dat doen we overigens elk jaar en dat doen we ook elk half jaar. Ik heb met de grondige evaluatie bedoeld, ook dat was na de wedstrijd tegen Ajax. En voor de wedstrijd tegen Ajax heb ik dat gezegd, geloof ik ook al. Dat ik vind dat een aantal dingen dit seizoen niet goed zijn gegaan. En ik vind dat je dan kritisch in de spiegel moet kijken. Dat moet iedereen, dat heb ik ook gedaan. En vervolgens moet je dat met elkaar bespreken. Maar ook met externe deskundigen. En dat is ook gebeurd. Ja, de uitkomsten van de evaluatie nemen wij ook mee in onze toekomstvisie en toekomststrategie. Want uiteindelijk moet je daar verbeteringen aanbrengen. En verwacht men dat ook van ons. En daar zijn we keihard mee bezig op de achtergrond. En is van hen, Mark van Hintum, die jullie als nieuwe scout hebben gecontracteerd, is dat een van de dingetjes die eruit gekomen zijn?
Dat is een van de zaken die eruit gekomen is. Ja. En Mark is aangesteld al in een vroeg stadium. Dat had alles te maken met het feit dat we ook al vroeg bezig waren met het samenstellen van het team voor het nieuwe seizoen. En we vonden het belangrijk dat ook Mark bij aanvang meeging in dat verhaal. En de komende weken zal nog meer duidelijk worden daarin wat we, en dat zullen we ook naar buiten brengen. Maar vlak voor aanvang van het seizoen willen we dat ook middels een, noem het een persconferentie of in ieder geval een informatiebijeenkomst met pers. Willen we daar iets meer over kwijt. Maar nu is het nog iets te vroeg, omdat we nog zeg maar verwikkeld zijn in een aantal zaken die we ook moeten oplossen. Maar ook een aanvang naar het nieuwe seizoen. Dus maar in ieder geval neem van mij aan dat we grondig geëvalueerd hebben. En dat zaken anders en beter moeten. Om mee te gaan in een sterk veranderend voetballandschap, wat zich heel sterk ontwikkelt. Nationaal en internationaal moet VVV ook mee in dat verhaal. Alleen het moet op onze manier, hoe wij denken dat het beste is voor de club. En dat hebben we de afgelopen tijd met de deskundigen ook besproken. Ja. En leidt dat dan ook, of is dat onderdeel van dat nieuwe strategische strijdplan? Ja, klopt. Dat is onderdeel van het strijdplan. Dus daarin wordt ook het voetbaltechnisch beleidsplan meegenomen. Maar ook hoe VVV haar eigen toekomst ziet. Er is veel gezegd en geschreven ook over het stadion. Iedereen heeft daar een mening over en die begrijp ik volledig. Het gaat natuurlijk over de Kool, het gaat over het sentiment. De Kool is ons home, zeggen we altijd. Dat is een prachtige locatie. Maar we weten ook dat we het oudste stadion van Nederland hebben. Dateert uit 1973. Dat stadion heeft inmiddels ook behoorlijk wat gebreken. Ook wel wat vernieuwingen. Maar als je het hebt over de langere termijn, zullen we daar goed naar moeten kijken. En zullen we in ieder geval ook daarop terugkomen in ons strategisch strijdplan, hoe we daarmee omgaan. En zo heb ik het ook bedoeld te zeggen. Ik snap het sentiment volledig. Ik vind het een prachtig stadion, een prachtige ligging. Alleen als je kijkt naar naar je financiële mogelijkheden, maar vooral ook je beperking en wat in de toekomst ook leidt tot allerlei kosten, zoals onderhoudskosten, zullen we daar eens heel kritisch naar moeten gaan kijken. En dat is ook onderdeel van het strijdplan. Ja. Zijn twee nieuwe leden in de Raad van Commissaris terechtgekomen. Jeroen Eulen, zeg ik als Tegelenaar. Ik weet niet of hij zelf Oele zegt, maar wij noemden dat gewoon Eulen en Tegelen. En Peter Joosten, beide geen onbekenden bij de club. Ik zou bijna zeggen, wat bezielt zo'n mensen om op dit moment bij VVV in de Raad van Commissarissen te gaan zitten? Ja, nou, dit is niet het allerleukste. Kijk, als je wint heb je vrienden. Maar als je verliest heb je blijkbaar ook vrienden. En niet dat ze vriend hoeven te zijn, maar ze nemen een hele belangrijke rol nu op zich. Ja. Hoe werkt zoiets, zo'n procedure, Marco? Ja, kijk, uiteindelijk is het ook aan de aandeelhouders om te bepalen of de RVC uitgebreid moet worden en welke kwaliteiten in de RVC moeten zitten. Dat heeft in ieder geval geleid tot de benoeming van Peter en van Jeroen. Beide al heel lang, wat je al zegt, binnen VVV actief, binnen het zakelijk netwerk, kennen de club. Ja. Hebben zelf een achtergrond met heel veel ervaring in de advocatuur, maar ook in Peter in de overname van bedrijven. Veel deskundigheid, veel dynamiek, maar vooral veel deskundigheid. En kunnen ons, mij als bestuurder, ondersteunen. Wat belangrijk is juist ook in deze fase, maar vooral ook in de doorontwikkeling van de club. Het zijn zeer gedreven mensen, met nogmaals een brok aan ervaring, groot netwerk. Maar vooral veel kennis. Veel kennis en know-how. En dat is iets wat een club als VVV nodig heeft. Waar we optimaal gebruik van kunnen maken. Ik juich het alleen maar toe dat deze mensen zijn toegetreden. En waar we ook intensief overleg mee hebben. Ja. En ik vind het belangrijk dat ik op mensen kan leunen die als klankbord fungeren. Maar die ook kunnen ondersteunen. En die mij kunnen voorzien van de nodige kennis en expertise. En dat is belangrijk. Ja. Barry, jij bent niet gebeld met de vraag of jij zitting wil nemen in de Raad van Commissarissen. Ben jij wel gebeld door Jos Loehoekaj? Zeker, volgens mij 2 of 3 keer. Ja. En ik was iets terug aan het zeggen, maar hij reageerde niet. Nee, hij reageerde niet. Maar dat is wel een hele leuke actie. Ja. Ja, ik heb het natuurlijk over de supportsactie van VVV. Hè? Voor de mensen die een seizoenkaart hebben gehad of ooit hebben gehad. Die werden allemaal door Jos Loehoekaj gebeld. En met de vraag, hey, ben je er volgend jaar weer bij of ben je erbij? Ben jij er volgend jaar wel bij? Zeker, natuurlijk. Ja, uiteindelijk eredivisie of eerste divisie of keukenkampioendivisie zoals dat tegenwoordig heet, maakt mij niet zo heel veel uit. Natuurlijk liever eredivisie. Maar het gaat mij gewoon om een avondje uit. Hè, en een biertje vooraf, een biertje na afloop en gezellig de wedstrijd bekijken. En hopelijk met goede resultaten.
Absoluut. Nee, ja, zeker ben ik daarbij. Dat zeker. En nog even over het VVV-hart en het oude stadion. En de ene noemt dat nostalgisch als je het positief uit wil leggen. En oude meuk als je het negatief uit wil leggen. Wat is jouw gevoel bij dat? Ja, nee, maar ik snap de verhalen. En natuurlijk is de koel prachtig. Maar ja, goed, ik ben zelf ook financieel redelijk wel onderlegd. En ik snap ook dat het geen toekomst heeft als je daar wilt blijven voetballen. Dus ik zou toejuichen als er de nieuwe plannen komen, mogelijk met een ander stadion of een nieuw stadion. Want ja, dat is kansloos, dat begrijp ik ook. Daar kun je voor de rest niks mee. Iedere euro die je daarin steekt, die krijg je niet terug. Krijg je niet meer terug. Dus dat is een heel lastig verhaal. Geld wat er afgelopen jaar wel is geïnvesteerd, Marco, en daar waren heel veel mensen blij mee en zijn nog steeds heel blij mee, is in het gras. Ja. In het natuurgras. Plastic eruit, vers ruikend, maaibaar gras erin. Ik denk dat Edwin van der Sar daar voor het seizoen en gedurende het seizoen al ontzettend blij mee was. Nou, hij was de eerste voor het seizoen die mij een appje stuurde over het gras. En hij was ook de laatste die mij condoleerde met de degradatie. Ja. Maar natuurgras is over het algemeen. Nee. Zijn dat dan de lichtpunten in een seizoen als dit? Ja, dat wel. Kijk, uiteindelijk, dat merk je ook in de reactie van de supporters. Die willen natuurgras zien. We hebben ook het eerste jaar nu weer ervaring met natuurgras en het onderhoud. Ik moet zeggen, ja, het is toch wel intensief, arbeidsintensief, kostenverhogend. Dat is het nadeel van de koel, hè? Ja, letterlijk. Zeker. Hè? Wij hebben natuurlijk ook een trainingslocatie naast het stadion, moet je onderhouden. We gebruiken ook nog het trainingsveld bij de Kraal. Daar gaan we ook de komende week trainen. Behalve zondag trainen we in het stadion. En wij kregen natuurlijk een subsidie vanuit de Eredivisie, de ECV. Die valt nu ook weg. Die valt helemaal weg. Die gras is bedoeld als onderdeel van de veranderagenda binnen de Eredivisie. Dus daar valt een behoorlijke subsidie weg. Is ook geen compensatie of is geen iets compensatie. Als je nee, is geen compensatie. Dus ja, dat is ook het pijnlijke van heb alles. Heb je het kunstgras nog bewaard? Ligt dat nog ergens opgeslagen? Bij de overburen. Bij de overburen, ja, dat hebben we dus keurig kunnen regelen. Nee, we hebben niks, maar we gaan er ook niet naar terug. Kijk, uiteindelijk maak je een strategische keuze voor. Natuurlijk moet je ook aan vasthouden. Maar ik wil wel gezegd hebben, ja, het is een eerste jaar. En ja, jammer is dat die subsidie wegvalt. En dat is toch wel serieus. We zijn iedere keer door de keuring gekomen overigens. En ook ruim. Dus dat uiteindelijk voldeden aan de kwaliteitseisen. Dus hebben we er veel tijd, energie en geld in gestoken. Ja, goed, dat bouw je niet zomaar af. Dus wij gaan gewoon door op natuurgras. Het gras blijft. Jij blijft. Je zit nooit alleen op de tribune. Na afgelopen seizoen zat je helemaal niet op de tribune. Maar je gaat al jaren. Als je om je heen vraagt, Barry, wat zeggen de vrienden en collega's en stadionmakkers? Die gaan allemaal. Dus dat is wel positief. Ja. Ik zie het ook bij mijn kinderen die altijd seizoenskaart hebben. En die ook weer zin hebben om weer naar het stadion te gaan. Dus ga je ook weer, Lucas? Ik heb me altijd voorgenomen om een leven lang VVV-supporter te blijven. Dat zal ik ook vast en zeker zijn. Maar ik heb er echt heel erg veel moeite mee om me weer op te laden. Om volgend seizoen op dinsdagavond naar Jong FC Utrecht te gaan. Daar moet ik nog eens heel, heel goed over nadenken. Maar ja, aan de andere kant. De kunst is natuurlijk om van dat soort wedstrijden thuis. En ook dat begrijp ik tegen Jong Utrecht of wie dan ook. Met alle respect, de andere tegenstanders. Om daar toch een feestje van te maken. En uiteindelijk komen de mensen voor het voetbal. Willen ze een aanvallende ploeg zien. En daar zal de trainer zo meteen iets over zeggen. Maar wij streven dat uiteraard na. Maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen weer een goed gevoel moeten hebben bij een avondje uit bij VVV. Ik zei al, boven verwachting goed gaat de seizoenkaartenverkoop. Waar zit je nu ongeveer op, Marco? We zitten nu op ruim 2000. Dat is boven verwachting. Dat is boven verwachting. Wij meten dat ook aan zeg maar, de verkoopdagen van de voorgaande jaren. Ja. Dus nou, dan zie je in ieder geval wel een verbetering. Dus dat stemt ons tevreden. En ja, goed, laten we ook hopen, en we hebben er ook trouwens alle vertrouwen in, dat men dit soort een ploeg gaat zien die in ieder geval alles geeft en ook herkenbaar is. En daar werken we nu hard aan. Dat gaat niet vanzelf en ook niet van vandaag op morgen, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar geloof mij dat we daar met man en macht op de achtergrond mee bezig zijn. En hopelijk kunnen we ook snel de eerste versterkingen presenteren. Hoe zit het qua begroting komend seizoen, Marco? Waar ga je naartoe? Ja, wij gaan naar een begroting toe van plusminus 5 miljoen aan inkomsten. De kosten liggen nog behoorlijk hoger. Daar zijn we nu nog volop mee bezig. Dat heeft alles te maken met het feit dat als je 4 jaar in de Eredivisie speelt, je kostenstructuur, die kun je niet direct zo ver afbouwen. Dat gaat niet. Dat is ook altijd de ervaring die wij, maar ook andere clubs hebben. Dus dat zullen we moeten kijken hoe we dat oplossen. Maar we gaan naar een inkomsten toe van ongeveer 5 miljoen. En daar liggen natuurlijk nog best wel wat targets, wat doelstellingen.
Maar wij zijn daar absoluut hoopvol over. En daar hebben we alle vertrouwen in. Maar je gaat gewoon ongeveer een 3 miljoen terug in omzet. Ja, en wat sta je dan in relatie tot andere clubs? Ja, nou goed, dat is ook iets wat belangrijk is. Omdat ook maar meteen, wij staan dan ongeveer op plek 7 in de eerste divisie. Dus wij zakken dan, dat weten wij ook, dan zakken we meteen heel ver weg. Omdat clubs zoals bijvoorbeeld NAC, Emmen, ADO, Almere. Dus qua spelersbudget zitten we op 2 miljoen. Dat is ongeveer het zevende spelersbudget. Zevende, achtste spelersbudget in de eerste divisie. Uitdaging genoeg. Is het nou, wil de KNVB je dan pleasen? Of wil de KNVB je dan een beetje prikken door net te doen alsof we wel nog in de Eredivisie te spelen, door de eerste wedstrijd zondagsmiddags 2:30 tegen NAC te plannen maken? Ja, ik weet niet wat daarmee gebeurd is, maar nou ja, goed, we spelen tegen NAC. En, om 2:30 op zondag? Om 2:30 op zondag. En ik zag ook nog een aantal andere wedstrijden in het weekend staan. Dat hebben we natuurlijk van tevoren. Is dat ook in het, we noemen dat het CIF, het competitie-informatieformulier. Dat dienen we in. Het gaat altijd in samenspraak met zeg maar, de gemeente, met de politie. Wat kan wel, wat kan niet. Gelukkig kan heel veel wel. Maar wat wel goed is, dat wedstrijden ook wel live worden uitgezonden. Ook wedstrijden in de Keukenkampioendivisie op ESPN. Dat was een aantal jaar geleden niet. Mocht je blij zijn dat er überhaupt een samenvatting was. Dat ze kwamen, ja. Dat heb je dus nu wel. En een uitwedstrijd tegen Dordrecht op zondagavond 8:00. Ik snap dat niet iedereen daar enthousiast van wordt. Maar hij wordt wel live uitgezonden op televisie. Dus dat is wel weer de winst die we hebben. Marco, heb je stiekem op dat CIF-formulier overal de woorden jong doorgekrast? Dat het net lijkt alsof we nog wel tegen PSV en Ajax moeten. Nee, het is even niet anders. Nee. De supportscampagne hadden we het net altijd eventjes over. Die heet Veur Altijd. Nou, jij zal niet Veur Altijd blijven, Marco. Maar in ieder geval, dankjewel dat je er nu was. We wisselen zo meteen mijn gast. Ik wil jou alvast bedanken voor je komst. En wij gaan heel even kijken naar de seizoenkaartencampagne Veur Altijd. Man, wat heb ik dat gemist? Met die kamerui op de tribune bij ons VVV. En vergeet dat lekker pilsje niet uit de plastic. En dan dat neulen op de Van Pos en die lange kwatsel dan even de ziekant. Man, dat mis ik nog steeds. Hé, hey, Becker. Dat is er voor mij geen peks gerogge, broeder, alsjeblieft. Hé, zeg je dat VVV, hè? Dat is misschien wel een kroetclub, maar wel even ons kroetclub, hè? En smeer dit maar eens even op die knekkerbreut. Dan kunnen we het volgende jaar allemaal goed. Dank je. Fijne dag nog, hè. Hoi. 118 jaar, hè. Realiseer nog de eens wat we in D&T al allemaal hebben beleefd. Wonder je jaar, zeg. Als ik terugdenk aan die legendarische wedstrijden allemaal. Die snieënwedstrijd tegen Ajax. Die 0-13 vorig jaar. En dan ook nog eens een keer. Barcelona toes. Volle bak. Johan Cruijff. Die schenende box als de slechtste van Van der Weijden eraan kwam. Dat waren nog eens tien. In een bomvolle koel. Stel ook dat nog eens voor. Ai! Ja, nog die tijd. Door moeten we weer nog terug. Volgend jaar weer allemaal. Achter ons VVV. Van jong, wie is oud. Van groot, wie is klein. Ah. Danny Post. Vooral nu. Nu is het belangrijk om achter ons VVV te gaan stormen. Slechte tien hebben we achter de rak, maar nu gaan we weer vooruit kijken. Gewoon hey, live op de tribune, in ons eigen koel. Zit je erbij? Schitterende campagne, ja Barry, jij zei terecht al, op dat gebied is VV gewoon Champions League, hè? Op het gebied van de filmpjes en noem het maar allemaal op. Met de nieuwe spelers vorig jaar toen die binnenkwamen, de ene was nog mooier als de ander, dat is, hoog level. De man die verantwoordelijk is, niet in zijn eentje, maar onder andere verantwoordelijk is voor de nieuwe spelers die binnenkomen, is Stan Valk. Stan, manager voetbalzaken. Hè? Ja, ik wil af en toe technisch directeur zeggen, maar die hebben we niet bij VV. Je bent manager voetbal. Ja, klopt. Stan, welkom. Ook aan jou de standaardvraag. Hoe heb jij afgelopen seizoen beleefd? Ja, bizar. Ik zit volgens mij nu bijna 40 jaar in het profvoetbal, zeg maar. En ik heb zo'n seizoen nog nooit meegemaakt met pieken en dalen, maar... Ook, we hebben een paar keer de wereldpers gehaald. In januari haalden we 13 punten. We moesten in 60 dagen 15 wedstrijden. Dus ja, het is van heel veel emoties eigenlijk het hele seizoen. En nooit kunnen verwerken. Of ja, wel kunnen verwerken, maar niet hoe je dat voorheen deed. Dus in dat opzicht, de winst
als je won, dan kon je dat maar met weinig mensen delen, ja, de vreugde. En als je verloor, dan, ja, dan kon je het ook met heel weinig mensen. Dus ja, en dat geldt natuurlijk ook voor de spelers. Want ja, de spelers, ik denk op zeker dat voor een aantal spelers het gemis van het publiek echt een rol heeft gespeeld. Ja. En als je dat vertaalt naar een aantal spelers die we het seizoen daarvoor ook al hadden, dan, ja, dan moet je gewoon concluderen dat een aantal spelers gewoon minder was dan het seizoen daarvoor. Ja. En natuurlijk waren ook een aantal aankopen niet goed. Maar ik ga in eerste instantie om de invloed van het wel, ja, aanwezig zijn van het publiek, ja, of niet. Dus ja, de impact daarvan is echt gigantisch gebleken. En dat merk je pas weer heel goed toen Willem II een keer met het publiek ging spelen en Emmen met het publiek. Toen zag je in ieder geval wat daar extra... Hè? Dus, wat dat doet. Wat dat doet, ja. Ja. Dus jammer genoeg hebben wij ja, buiten Utrecht in het begin ja, niet kunnen niet ervaren. Niet met mensen gespeeld. Ja. Mensen gespeeld. Ja. Barry, ja, jij kijkt natuurlijk ook naar welke spelers zijn er gekomen. Je gaat er wat jaren mee. En ieder jaar hoop je dat we zo'n goudhaantje erbij hebben. En ook jij zal vast wel eens verzucht hebben. Stel je toch eens voor dat wij er eentje hadden die er 25 maakte. En die hadden we. De eerste wedstrijd tegen Emmen, gelijk een hat-trick. Ja, wat dacht je? En maar die oefenwedstrijd had ik ook wel een paar keer gezien. Toen dacht ik van ja, hij miste wel wat kantjes. Maar goed, moet even wennen. En toen gelijk die hat-trick. Ja, dat zal wel een gelukkig leuk, zijn. Leuk, maar ja, vooral van genieten. Precies, maar ja, hij stond gelijk bovenaan op de topscorerslijst van de Eredivisie. En het ging maar door en het ging maar door. En toen een paar keer vier keer scoren. Ja, dat was ook de eerste enige keer. We hebben ook eerder bovenaan gestaan. Eerste wedstrijd. Ja, ook bovenaan. Maar ook dat is herstand. Je zegt net, het is een seizoen met pieken en dalen. En dat je na de eerste wedstrijd bovenaan staat, tuurlijk leuk. Iedereen zit dan print screens te maken van standen en zo. Maar het was ook gewoon op een heel ander vlak een legendarisch seizoen. Je haalt gewoon de halve finale van de beker. Je haalt die 13 punten in die wedstrijden. Je hebt de topscorer in huis. Dat zou normaal toch gesproken toch alleen maar plussen moeten zijn. Ja, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat je als presteert. Het waren natuurlijk individuele prestaties en hoogtepunten, hè, bijvoorbeeld in januari. En een best een goede start. Maar op een gegeven moment, ja, we wisten natuurlijk dat we met een kleine selectie moesten beginnen, gezien het budget. Nou, hebben we in de winterstop best wel wat kunnen repareren. Toen hadden we het echt ook, toen voetbalden we echt ook heel goed, vond ik. Dat vond ik echt onze beste maand. Dat we gewoon Vitesse ja, gewoon van het veld speelden, ADO, dat soort wedstrijden. Maar daarna kwamen, ja, toen kwamen zeg maar bij die tweede serie wedstrijden in een korte tijd. Ja, toen kwam er een soort kaalslag. Hè. De ene naar de andere basisspeler sneuvelde. En ja. Toen was het voor de trainer puzzelen. Nou, de energie gaat eruit. Het vertrouwen, nou, dat zag je ook aan sommige kopjes wel. Dus ja, toen Jos eigenlijk aantrad, ja, toen was er de geest nog niet uit de fles, maar toen was er al, ja, fysiek... De kurk was er al vanaf. Nou, de fysiek was het niet goed meer. En natuurlijk ook mentaal. Hè. Dus Jos heeft gedaan wat hij kon doen, maar uiteindelijk is het niet gelukt. En wat ik net zeg, we hebben de wereldpers gehaald. Misschien een leuke anekdote, misschien vindt iedereen die leuk, maar... Toen wij met 13-0 van Ajax verloren, toen had een vriend van Tachtje Fico gevraagd van... Is de tegenstander niet opkomen dagen of zo? Want hij dacht, want normaal tijdens 90 minuten kan dat niet. Nee. Maar ja, dat was eigenlijk die wedstrijd wat daarin gebeurde, gedurende de wedstrijd. Dat is eigenlijk zo is ons seizoen ook eigenlijk verlopen. Niet, we gaan echt niet zeggen dat we pech hebben gehad. Hoor. Maar op een gegeven moment, de wet van Murphy was natuurlijk... dat is natuurlijk niet een gezegde wat je ieder seizoen naar voren kunt halen. Maar dat was wel ook absoluut het geval. En... Juist omdat je vorig jaar volgens mij nog zei dat je op karakters had geselecteerd. Hè. We gingen veel verlegen stadion spelen. Moet een aantal jongens, ervaren jongens hebben. Ja, ja. Die daar die dat eigenlijk weinig uitmaken. En dat is eigenlijk ook tegengevallen, denk ik dan. Ja, ook met blessures natuurlijk. En corona en ziek zijn. Dus ja, om het al met heel veel fysieke ongemakken. Maar nogmaals, ja. Dat hadden wij, want in januari stonden wij volgens mij bijna in het linker rijtje. Maar daarna ging het in vogelvlucht richting eerste divisie. En daar staan we nu. En met wie staan we daar? Jij terzijde gestaan door heel veel mensen, maar ook een nieuwe persoon, Mark van Hentem. Hij werd net al met Marco Bogers even aangestept. Vertel, Mark van Hentem.
Nou, ik ken Mark al heel lang en hij is natuurlijk een uitstekende scout en ook bij verschillende clubs technisch directeur geweest en heeft overal goed werk verricht. En wij wilden eigenlijk, ja, wij zochten eigenlijk iemand die kon ondersteunen, zeg maar. We hebben de afgelopen jaren door budgettaire redenen zonder scouts moeten doen. Maar ja, wij vonden wel dat we ook iets moesten doen. We hadden inmiddels ook al anderhalf jaar geen live wedstrijden meer kunnen kijken, zeg maar. Want normaal deden we dat een beetje met mij en regelmatig gingen de trainers en assistenten wedstrijden kijken om toch... En Albert van der Weijden ging nog regelmatig wedstrijden kijken, deed de analyses. Om in ieder geval toch een beeld te hebben wat er bij de andere clubs nog allemaal interessant voor ons kan zijn. Dus daarom ben ik blij met Mark. En hij heeft natuurlijk ook een groot netwerk. En ja, het gaat er ook om hoe kijken naar spelers. En daar heeft hij een prima kijk op. Je zegt, ik ken Mark persoonlijk, maar dat zal voor Mark niet de reden zijn van ik ga gezellig samen met Stan werken. Hij zal toch ook een bepaald idee hebben of een visie over wat hij hier bij VVV gaat brengen. Hoe bespreek je zoiets? Nou, dat bespreken we in een bredere setting. Daar zit de trainer natuurlijk bij, daar zit Jos natuurlijk bij. Ja, ik bedoel, Jos is de trainer natuurlijk. Dus. Nee, want het gaat er natuurlijk ook om van, hoe willen we gaan spelen? De bedoeling is in ieder geval dat we aanvallend willen gaan spelen. Dus dan horen daar ook specifieke kwaliteiten per positie bij. Ja. En dat hebben we de afgelopen weken heel intensief besproken met een aantal mensen. Barry, Stan zegt net van, misschien was de wedstrijd tegen Ajax wel exemplarisch voor het hele seizoen. Daar zat bijna alles in. Volgens mij dacht iedereen in januari, we zijn er. Wanneer dacht jij, we zijn er niet meer? Nou, ik dacht na januari ook van, dat gaat niet meer mis. Maar ja, we weten hoe VVV is, zeggen we dan onder elkaar. Het kan toch altijd nog wel eens een keer misgaan. Ja, toen kreeg je natuurlijk die reeks. Het begon geloof ik bij Fortuna Sittard uit. Die verloren we. Toen kwamen allemaal die wedstrijden, zoals ik toen straks ook noemde. Sparta thuis, die toen verplaatst werd. En Groningen thuis. Allemaal die wedstrijden waarvan je denkt, je moet je punch kunnen halen. Heerenveen, wat op het laatste Heerenveen thuis. Waar je 1-0 voor kwam, maar toch weer vlak voor tijd. 1-1 was wel terecht de uitslag. Maar ja, het kwartje viel steeds de andere kant op. Ja, en dan op een gegeven moment dan hoor je wat interviews na afloop van de spelers. En dan voel je dat het gewoon heel moeizaam gaat worden om dat om te draaien. Ja. Stan, als jij dan kijkt naar, Barry stipt het al aan, van je selecteert natuurlijk op voetbalkwaliteit, maar ook op personality, op persoonlijkheidskenmerken. Merk je dan dat toch heel lastig in te schatten is? Dus je kan wel zeggen, ik neem een ervaren persoon, want die heeft al alles meegemaakt. Maar zo'n jaar als afgelopen jaar hebben maar heel weinig mensen ooit meegemaakt. Ja, dus ook de ervaren en de spelers, die werden soms ook wat onzeker door of raakten geblesseerd. Dus dat kun je natuurlijk niet allemaal voorzien. En je kunt alleen vanuitgaan dat de spelers die in ieder geval, zeker die ervaren, dat die daar toch wel tegen moeten kunnen. Ja. Nou, we hebben het al over Giacomakis gehad. Als je kijkt, verkopen is, kijk even naar de financiële man met de financiële achtergrond, is een must, denk ik. Ik denk ook niet dat Giacomakis erop staat te springen om nog 3 doelpunten in Velzen te gaan maken tegen Telstar. Hoe gaat dat? Heb je daar al nieuws over? Nee, dat is eigenlijk de mails vliegen je er om de oren. Nee, er is eigenlijk geen nieuws. Ja, we kunnen wel zeggen dat door privéomstandigheden hij een paar dagen later aan zal sluiten. Dus dat wel, maar er spelen dingen. Maar er is nog niet een bod wat voor de speler interessant is of voor ons. Dus, daarom sluit je wel gewoon aan bij ons. Ja, dan hebben we Giacomakis. Nou, Danny Post heeft niet letterlijk gezegd van het hoeft voor mij niet meer. Maar Danny Post is mogelijk een uitgaande transfer. Giacomakis, al genoemd, Pacionik. Vito van Krooi. Kunnen we nog misschien wel even doorgaan. Hoe zit het daarmee? Kun je daar wat over vertellen? Nou, er zijn... Hoef je de namen in te gaan? Liefst niet wel, maar ik weet dat dat altijd het eerste antwoord is. Er is voor de spelers die, laat ik zo zeggen, liever in de Eredivisie willen spelen, is er relatief weinig interesse op dit moment. Behalve voor Giacomakis. Oké.
Dan maar, mogelijke transfersom voor Jaco Makers. Komt hij nou helemaal te goede aan VVV? Of is dat nog een spelersfonds of externe partijen die daar zeg maar in het verleden in geïnvesteerd hebben? Nou, AEK heeft daar ook nog een klein percentage bij. Dus het is niet allemaal voor ons. Maar uiteindelijk, als alles afgedragen is, er is geen investeringsfonds meer. Nee. Dus dan is het wel voor VVV. Heb jij de verkoop van Jaco Makers nodig om nieuwe mensen te kunnen kopen? Nou ja, je hebt net Marco horen vertellen wat het budget is. En dat is, als hij Jaco verkocht wordt en het is inderdaad dusdanig goed bedrag, dan is wel de bedoeling dat een deel van dat van de winst, zeg maar, dat we daarvoor aan kunnen wenden voor spelersbudget. Kijkersvraag is van Aman van Wielik. Wanneer gaan we nieuwe aankopen zien? Is het antwoord dan als Jaco Makers verkocht is? Nee, we zijn natuurlijk al een aantal weken bezig. Of is dit het moment dat Marco Bogers jou een briefje in de hand duwt waarop staat: we hebben nieuws en we kunnen... Nou, ik heb gisteren al een filmpje opgenomen weer. En dat is voor nieuwe spelers. Dus ik heb gisteren een eerste filmpje opgenomen. En hier hou jij het natuurlijk. Nou, ik weet niet voor welke speler het gaat, maar ik weet wel dat ik weer voor Joker sta. Oh, oké. Okay. Nou, dan hoop ik dat ik weet niet voor welke speler het gebruikt wordt. Oké, okay, dan hoop ik dat je dat... Ik hoop niet dus dat er zijn er meerdere, dan zijn er, komen er dus meer. Nee, maar we hebben hartstikke smalle selectie. Ja. We hebben hartstikke smalle selectie. En als je dan hoort wat er eventueel nog weg kan, wil, moet. Hè. Dus nee, dat, dus er zullen ook zeker de eerste weken zullen extra veel jeugdspelers mee gaan trainen. Maar we hopen wel nu rondom het weekend 1-2 spelers. Maar waar zoeken jullie, in Nederland of toch ook weer in Duitsland? Nou, voornamelijk in Nederland. Hè. Dat hebben we natuurlijk toen we de vorige periode in de eerste divisie speelden. Toen waren ook bijna allemaal Nederlanders. Dus het lukt niet om voor alle posities Nederlanders te vinden. Maar ik denk 80-90% zal wel uit Nederland komen. Ja. Oké, dat zit er dus aan te komen. Je noemt al net heel kort de jeugdspelers. Gaan we het daar ook even met de trainer over hebben. Heb jij al de jeugdspelers gesproken? Zijn die al allemaal terug? De jongens die bijvoorbeeld uitgeleend waren of die op een andere plek... Ja, Stan van Dijk, die heb ik vandaag nog gesproken. Die is natuurlijk terug. Aaron Bastiaans is terug. Hoe gaat het met ze? Stan is vrij snel geblesseerd geraakt, dus die heeft relatief weinig gespeeld. Dus bij Roda. Ja, bij Roda, Aaron, Bastiaans, die heeft volgens mij in totaal 12 keer gespeeld, ingevallen en misschien een keertje basisplaats. Dus Aaron die is tevreden en blij dat hij die stap heeft gemaakt. Stan, die zit er wat dubbel in natuurlijk. Ja, die vindt het jammer dat het niet dat gebracht heeft door die blessure. Ja, natuurlijk, dat is logisch. Hè. En, hoe heet het? Wassim Essanoussi, die is dan nog met Jong Marokko, Marokko onder 20. Speelt hij een toernooi in Egypte, volgens mij. Ja, dus die zal wat later aansluiten. Dus de jeugd wil altijd een kans. Nou, bij ons hebben ze die afgelopen seizoen gekregen. Dan moeten we het laten zien. Nou, Jos is ook zeker een voorstander van om jonge spelers de kans te geven. Dat zijn de namen die we al kennen, die terugkomen. Heb jij zo paraat wat er door gaat stromen? Of wat in ieder geval in de voorbereiding aansluit bij het eerste elftal? Ja, dat zijn 5 tot 7 spelers. Ja. 5 tot 7 spelers. Ja. En dan zit je met veel schaven en plussen en minnen zit je op een mannetje of 17, 18 als ik snel... Nou, iets meer denk ik. Iets meer. En waar wil je naartoe? Nou, 20 veldspelers en 3 keepers, zeg maar. Oké, 20 veldspelers en wat keepers. Barry, Stan van Dijk hebben we af en toe in de koel al gezien. Meneer Bastiaans hebben we zelfs een doelpuntje en daarna een hartje zien maken. Wat heb jij nog voor jeugdspelers op het netvlies waarvan je denkt... dat zijn toch ook wel leuke jongens om te zien... Ja, goed. Afgelopen jaar natuurlijk Simon Jansen gehad, die een paar keer heeft ingevallen. De jongen werkt heel hard. Ik vond hem te licht in de Eredivisie. En ik vraag me af of hij stabiel genoeg is in de Kampioendivisie. Een ongelooflijk stom seizoen om in het eerste van VVV te moeten spelen. Hij heeft het jaar daarvoor heeft hij natuurlijk ook al meegedaan. Ja. En er zal wel een groot verschil zitten tussen Eer en Eerste Divisie. Maar ik vraag me af of je met jeugdspelers gaat redden op keukenkampioendivisie niveau. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Wat is nou de doelstelling uiteindelijk voor komend seizoen? Nou ja, we willen in ieder geval aanvallend voetbal gaan spelen. En we hopen natuurlijk dat we
We gaan echt niet roepen dat we kampioen moeten worden. We zijn heel ambitieus, maar we gaan dat niet iedere dag van de daken schreeuwen. We willen ook want we moeten echt helemaal opnieuw beginnen. Ja. Dus we hebben zondag 5, 6 denk ik spelers van 22 plus en de rest zijn allemaal jonge spelers. Hè. Dus ja, de bedoeling is natuurlijk dat er echt nog wel 7, 8 spelers bij komen om in ieder geval en we willen ook zeker een ervaren as. Dus daar zijn we op de achtergrond ook heel druk mee bezig en ja, we gaan er ook vanuit dat dat wel gaat lukken, maar dat zal wel misschien nog wat tijd vergen. Zakkenmakers gaat vertrekken, dat weten we zeker. Voor welk bedrag weten we niet. Degene die net op jouw stoel zat, die noemt bedragen waarvan ik denk... nou, dat vind ik heel knap als dat überhaupt gehaald wordt. In hoeverre is datgene wat er op het EK gebeurt nog van belang? Hè? Betekent dat, zoals er vaak gezegd wordt, als daar iemand verkocht wordt... dan wordt er een pin uit allemaal dingen getrokken die dan verder doorsijpelen... en na stap 4-5 dan komt het geld bij clubs terecht die Giacomakis op kunnen komen halen. Ja, werkt dat zo? Dat werkt zo, maar door corona is er natuurlijk wel beduidend minder geld in de markt. Hè. In Duitsland daar hebben ze normaal selecties van 35 spelers. Daar gaan ze naar selecties van 25 tot 28 spelers. Dus het aanbod is gigantisch van de spelers. Daar kunnen wij zelf ook van profiteren bij het halen van nieuwe spelers. Maar ja, ik denk dat het lijkt erop dat Giacomo gewoon nog in de wachtkamer zit tot er ergens wat gaat gebeuren. En, De Torschütze König van Holland, die wil toch elke Duitse club hebben, of niet? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, het gaat er ook om dat Jacco, die zal, als hij het kiezen heeft, zal hij denk ik ook naar een competitie gaan waar hij ook doelpunt kan maken. Ja. En waar hij, als hij naar Duitsland gaat, dan heeft hij 2 verdedigers van 1,90 in zijn nek. En in Nederland zijn de centrale verdedigers gemiddeld 1,85, maar... In Engeland, Italië en de grote landen, daar zijn de verdedigers 1,90 meter. Ja, is een hele andere manier van voetballen. Ja. Stan, dank je wel. Jij blijft zitten. Barry, jij bedankt voor je kritische noot, maar ook voor dat je toch zegt van wat er ook gebeurt. VV is echt veel altijd. Dus dank je wel dat jij er was. Ja, we noemden Giacomakis net al eventjes. En ja, hoe rot het seizoen ook was. Dit blijft natuurlijk fantastisch om naar te kijken. De oudspits van AEK Athene. Giacomakis. John. VVV komt hier de aansluitingstreffer aan. Ja. Dit is de eerste kennismaking. Wat doelpunten met Giacomakis. Nu vanaf 11 meter. 2-2. Giacomakis. Komt daar nummer 3 aan. Het is nummer 3. En weer van hem. Giacomakis. Giacomakis, nou tuurlijk 1-1. Hoppakee, we zijn begonnen in Venlo. Giacomakis en prima ingeschoten. Het staat 2-2. En met een omhaal nog gescoord ook. Het is toch een spits hoor, Giacomakis. Daar valt hij dan toch. Het is dan toch weer hij. Giacomakis, controleren en afronden. Ja, dat kan niet. Giacomakis zit er, is daar gezien. En Giacomakis is Giacomakis. En Giacomakis is iemand die doelpunten te maken. En het is dwars door het midden de spits. Die dus zijn 10e maakt. Ja hoor, 4 keer Giacomakis. Aardige bal en daar is hij. Jorgos Giacomakis. Ondertussen Moesjes weer met de voorzet. Hetzelfde recept. Giacomakis, nummer 2. Van de wedstrijd, nummer 18 van het seizoen. Oh, Giacomakis! Oh! Deze man is een fenomeen. Met Giacomakis in de 16. Daar komt die bal ook en daar scoort hij. En dat is een heel belangrijke. Het is een 25e. Pagonik. En dan is het via Giacomakis alsnog 2-1. Iemand die dit seizoen ongeveer alles wat hij aanraakt in goud doet veranderen. Weer Jorgos Giacomakis. Het is niet te geloven, maar doe het maar wel. De Griekse god in Venlo. De Griekse god in Venlo, topscorer, Eredivisie, 26 goals. Iedereen zag het net op de titelkaart voorbij komen. En wat iedereen ook kan zien is dat onze trainer Jos Luca is aangeschoven. Jos, welkom. Nou wordt het helemaal lastig, want het zijn mensen waar ik normaal dialect mee spreek. Dus moeten we in het ABN alles behalve Nederlands overschakelen. Jos, welkom. Eerste vraag, en die komt niet van een kijker, maar die is van Lucas Bremmers zelf. Heb je ooit gedacht,
Waar ben ik aan begonnen? Ja, achteraf is het altijd makkelijk om daar een antwoord op te geven. Maar tussentijds denk je wel eens, jeetje, het is best wel moeilijk om natuurlijk de goede richting aan te sturen om in de Eredivisie te blijven. Maar ik heb er geen spijt van gehad. En anders zat ik hier nu ook niet. Begrijp ik. Dus ja, we gaan weer met heel veel positivisme een nieuwe toekomst in. En ja, daar zetten we allemaal de schouders om. Ja. Stan, jij bent een van de mensen die moest beslissen wanneer Jos in zou stromen. Want dat Jos in zou stromen, dat werd steeds duidelijker. Is er twijfel geweest om wel dit seizoen af te wachten binnen de geledingen van VV? Om Jos pas eigenlijk voor komend seizoen te vragen? Nee, eigenlijk niet. Nee, wij hadden toen zoiets van, wij vonden dat er iets moest gebeuren in ieder geval. En wij hebben er ook geen, Jos heeft er geen spijt van, wij hebben er ook geen spijt van. Natuurlijk hadden we beide niet verwacht dat we zouden degraderen. Nee. Maar ik bedoel, ja, we kunnen niet allemaal in een glazen bol kijken. Dus, maar het gaat er nu om dat we inderdaad positief naar de toekomst moeten kijken. Dat positief naar de toekomst kijken, dat is makkelijk te zeggen. Hoe is dat te doen? Hoe heb jij het afgelopen seizoen verwerkt? Want ja, dat klinkt misschien heel zwaar, maar ik denk dat het ook voor een trainer echt heel erg zwaar is, zoals het eindigde. Ja, zoals het eindigde wel natuurlijk, maar ik ben maar 7 weken aan het eind erbij geweest. 7 wedstrijden gedaan. Daarvan wist je dat je PSV en Ajax had. Dus dat zijn normaal gesproken niet de punten die je daar tegen deze 2 clubs haalt. Dus dan blijven er 5 wedstrijden over. En aan het eind moet je ook natuurlijk dat laatste beetje geluk hebben. Als ik denk aan de eerste wedstrijd uit bij Zwolle, de thuiswedstrijd tegen Groningen, die je allebei in de slotfase uit handen geeft. Als je een heel seizoen van de eerste tot de laatste wedstrijd op de bank erbij bent en al die emoties en die hoogte en die dieptepunten, dan is dat wel mentaal ook zwaar, denk ik. En die laatste 7 weken was voor mij natuurlijk ook een grote teleurstelling als trainer, maar natuurlijk ook als mens. Omdat je toch zelf nog die verwachting hebt om het team toch nog in de goede richting te krijgen. Maar ja, helaas. Ja, helaas. Jullie kennen elkaar echt al lang. Ik bedoel, samen de mooiste tijden beleefd. Helpt dat dan ook dat je samen hele zware tijden kan wegzetten? Dat denk ik wel. Jos is van nature denk ik vrij positief gestemd. Ik ook. Dus ondanks de moeilijke tijden moet je soms ook een keertje kunnen lachen. Ik bedoel, als je de hele dag zielig gaat doen en gaat zitten janken, gaat het niet beter mee, hè? Dan wordt het zeker niet beter mee. Nee. Jos, vooruitkijkend op het nieuwe seizoen. Je hebt het competitieprogramma al gezien. Ik maakte net de flauwe opmerking tegen Marco. Goh, staan we nog wel in de Eredivisie zondags 2:30 tegen NAC. Maar als je dat roster bekijkt, waar we allemaal tegen mogen, dan zitten aardig wat Eredivisiewaardige ploegen bij, hè? Ja, ik denk dat het zeker een sterke competitie is komend seizoen. Omdat je met clubs te maken hebt die ook heel veel ambitie hebben en ook misschien wel moeten en willen promoveren. Ja, wij gaan ons stinkende best doen om het best mogelijke uit onze selectie te halen. En uit iedereen die daarbij betrokken is. En dat we de spelers verder willen ontwikkelen en ze ook sterker en beter willen maken. En dat is de uitdaging. En daarnaast wil je ook succesvol zijn. Ja. En ik hoop dat we met het bijzijn weer van onze eigen fans, dat het ook weer een stuk meer motivatie is. En dat we weer een goede en mooie atmosfeer in ons stadion krijgen. En dan hopen we op toch mooie en goede wedstrijden met positieve resultaten natuurlijk. In hoeverre helpt het dat je dit trucje al een keer of 3, 4, misschien wel 5 uit hebt gehaald? Ja, dat is natuurlijk altijd het verleden wat je met je meedraagt. Maar daar word je wel op gekozen, Jos. Je wordt niet gekozen omdat je een goede vriend van Stan Valks bent, Mark Hopen. Nee, dat hoef ik niet. Maar kun jij wel wat? Jawel, maar kijk van je bent geen opschepper, dat weet ik, maar kom op, Jos. Je hebt echt qua promotie een paar strepen achter je naam staan waar wij ons vingers weer af mogen leggen. Dat bedoel ik. 5 keer hoor ik hier van de heer Valks. Ja, kijk, dat je de laatste 7 weken heb kunnen overnemen, dat geeft ook voor mij een inzicht hoe de club gestructureerd is, hoe de structuur is, maar ook hoe de strategie in elkaar zat. En met de visie voor komend seizoen hoop ik dat we daarin ook verschillende dingen weer kunnen veranderen of misschien ook verbeteren. Maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
Ik geloof dat wij een hele jonge, dynamische spelersgroep krijgen komend seizoen. Waar ambitie en passie in uit moet gestraald worden. Maar ook strijd. En ik denk als we deze componenten aan elkaar verbinden. Met natuurlijk ook een stukje creativiteit in het elftal. Dat je dan echt in de eerste divisie wel een woordje mee kunt spreken. En dat willen we ook absoluut proberen te bewerkstelligen. We hebben in Nederland 17 miljoen bondscoaches. En in regio Venlo denk ik 15.000 trainers van VVV. Dan gaan mensen dus vragen, net zoals dat meneer De Boer 5-3-2 echt heeft moeten verdedigen. Omdat men, er wordt zelfs een vliegtuigje rondgestuurd van gewoon 4-3-3, hè Frank. Dio Jans vraagt bijvoorbeeld, welke speelwijze komt er volgend seizoen? Nou ja, ik heb... Niet eens zozeer qua opstelling, maar qua speelwijze. Wordt het agressief, vol gas en we vliegen erin? Ja, in eerste instantie kijken, Stan heeft al gezegd dat we nog wat geduld moeten hebben om de samenstelling van het team compleet te maken. En als het team compleet is, dan heb ik altijd naar de kwaliteit van de spelers gekeken. Wat past het beste bij de spelers? Waar voelen ze zich thuis in? En waar kun je het meeste vertrouwen uithalen? En het systeem is meer een ondersteuning en een hulpmiddel, maar... Ik denk dat we vooral van een aanvallende manier van spelen moeten uitgaan. Dat je aantrekkelijk, maar ook met passie en met durf tot succes moet komen. En ik geloof dat we daarin druk bezig zijn geweest al de laatste weken. En dat Stan en ik hopelijk ook de spelers vinden die voor ons met VVV hopelijk ook succesvol zijn. Want dat is dus iets, Stan, waar je ook die spelers mee kan overtuigen. Hè? Van dit is onze speelwijze en daarom hebben we jou specifiek nodig. Ja, maar dat zijn we met de kandidaten. Daar hebben we ook altijd gesprekken. Nou, dan wordt de speelwijze uitgelegd. Maar ook wat we te bieden hebben, wat we van de jongens verwachten. Dus ja, er zijn een aantal gesprekken geweest. Dus we zitten nu in afwachting van wij moeten nog dingen besluiten. Maar de spelers en wet- en zaakwaarnemers moeten ook nog besluiten nemen. Dus nee, maar dat is ook heel belangrijk. Dus daar is een duidelijke visie. En daar zoeken we dan ook de juiste spelers bij. Er vertrekken spelers, er komen nieuwe spelers bij. Maar ook in de staf zijn wat mutaties al geweest. Afscheid moeten nemen van enkele mensen. Ook mensen die je al wat langer kende, maar waar je in ieder geval al afgelopen seizoen mee samen hebt gewerkt. Dat lijkt me ook lastig, Jos. Ja, zeker. Omdat je elkaar eigenlijk alleen van afstand kent. Alleen Jijke ken ik natuurlijk uit het verleden. En de club wil zich ook opnieuw structureren. En daarin zal komend seizoen ook in de staf het een en ander veranderen. En we zijn daar ook, net zoals we met de spelers druk bezig zijn, zijn we ook met verschillende mensen in gesprek die ook toekomstgericht een steentje kunnen bijdragen aan een stukje meer nog professionalisme. Maar ook nog veel eisend zijn naar spelers om ze beter en sterker te maken. En daarin geloof ik ook dat we nog stapjes kunnen maken. Ja. Dan ga je kijken naar hoe gaan we het doen. En dat hebben jullie heel goed voor elkaar. En natuurlijk moet jij zeggen, wij gaan ervoor om direct terug te promoveren. Dat is heel mooi. Dat streven moet je altijd hebben. Je wil altijd een nummer 1 of 2 worden, want dan promoveer je rechtstreeks. Wanneer is voor jou, misschien is dat heel raar, omdat nu altijd van, maar wanneer is voor jou komend seizoen geslaagd? In eerste instantie als je ons eigen publiek wat geboden hebt. Dat je aantrekkelijk, maar ook met goed aanvallend voetbal de mensen wat hebt geboden. En dat je daardoor ook bepaalde successen haalt. En voor mij is het persoonlijk heel belangrijk dat je een team hebt wat zich ontwikkelt. Dat je spelers beter hebt gemaakt, ze sterker hebt gemaakt. En dat je ook een eigen kapitaal gaat opbouwen. We starten zondag met 13 eigen jeugdspelers. Plus 2 jeugdkeepers nog erbij. Die allemaal nog het moeten bewijzen in de toekomst of ze eerste of eredivisie waardig zijn. Maar we moeten ze zo gaan opleiden dat ze in ieder geval het streven hebben om ook met VVV in de toekomst weer eredivisie te spelen. Voor de jeugdspelers is het natuurlijk wel een iets makkelijkere positie om aan te sluiten bij een club die in de eerste divisie speelt dan die in de eredivisie speelt. Want dan is de kans dat je van 0 naar 100 doorstroomt een stukje kleiner en nu dus groter. Hoe ben je in het verleden met jeugdspelers altijd geweest? Ja. Zijn je bekend als de man die voor veel debuten heeft gezorgd?
Nou, ik denk het wel. Ik heb dus meerdere clubs in Duitsland gehad. En ik heb eigenlijk bij elke club verrassend vaak jongens uit de onder 19, zelfs onder de onder 17, richting Bundesliga laten doorstromen. En ik heb zelfs vaak de onder 23 overgeslagen, omdat ik vond dat spelers in de onder 17 of onder 19 nog meer perspectieven hadden. En inmiddels zijn er aardig wat jongens ook een echte eerste Bundesliga-speler geworden. En zagen we dat toevallig in deze dagen mensen van in een wit shirt met zwarte strepen en hier vier van die sterren rondlopen op tv? Nee, dat niet. Maar dat hoef ik niet. Maar ik denk wel dat ik in het verleden toch veel jongens de deur geopend heb dat ze een mooie profcarrière konden maken. En achteraf ben je als trainer dan een klein stukje daarvoor verantwoordelijk. Het meeste moeten de spelers zelf doen. Maar als ze ook zelf er veel voor moeten doen en veel voor willen laten, dan kunnen ze bij mij niet stuk. En ik zal ze altijd ondersteunen en begeleiden. En waar nodig altijd de helpen hand ook toe te geven. Ja. We hebben het heel, heel kort over het EK gehad. Stan, jij hebt de nodige interlands gespeeld. Jij hebt nooit op een EK gespeeld, hè? Nee. Volgens Jos liet je het EK aan je voorbij gaan omdat een WK toch wat mooier was. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar ik heb volgens mij één keer op de reservelijst gestaan bij de EK. Volgens mij 88 en 90, misschien twee keer. Ja. Ja, en het WK heb je wel gespeeld. Jos, heb jij ooit voor periodetitels gestreden? Ja, als trainer? Nee, als trainer niet. In Duitsland heb je dat niet. Je hebt alleen maar, als je in de competitie... Dan heb je alleen maar echte prijzen. Speel je play-offs, maar dat kennen ze niet. Okay. Als jij komend seizoen moet typeren in een paar woorden, was het dan de hoop bij jou, Jos? Aantrekkelijk, aanvallend en met veel emotie en passie het publiek heel tevreden naar huis sturen. Als daar ook maar de helft van uitkomt, Stan, denk ik dat jij je daarbij aansluit. En ik sluit me er in elk geval zeker bij aan. Ik hoop dat de mensen thuis ook vol vertrouwen en voor de aanval en voor de passie en de strijd weer naar de koel gaan komen en de wedstrijden van VVV gaan volgen. Heren, dank jullie wel nu alvast. Wij hebben dadelijk een overzichtje van wat er allemaal aan gaat zitten komen. En een van de dingen die er aan gaat zitten komen is een documentaire over die Griekse god op ESPN. Βάζει ένα στόχο και θέλει να τον πετύχει οπωσδήποτε, οπότε δεν σταματάει να παλεύει μέχρι να το καταφέρει. Is Timon goud waard? Is Timon goud waard? He scored 20 times in 19 games. It's insane. Onvoorstelbaar. We give everything to win the game and help BVV to stay in the division. De ESPN-doc Giacoumakis, Griekse god in Venlo. Vrijdag 25 juni om 20:30 op ESPN. Vrijdag 25 juni dus om 20:30 op ESPN. Dan staat er verder op mijn blaadje nog dat zondag 27 juni om 11:00 de eerste training is. In het stadion, Jos, heb ik toch begrepen van Marco? Of ja, niet, klopt. Daar is iedereen welkom, maar het zijn moderne tijden. Je moet in het bezit zijn van dan wel een negatieve test, dan wel een bewijsje dat je één keer Janssen of twee keer van die andere prikken hebt gehad. Dan is het dinsdag 6 juli, moet je tegenwoordig zeggen. Om 7:00 de eerste oefenwedstrijd tegen SV Venray. En op 8 augustus zondag starten we om 14:30. Eredivisie tijd, Eredivisie dag, Eredivisie tegenstander. VVV tegen NAC. Jos, jij hartstikke bedankt voor het aanschuiven aan deze tafel. Dank je wel. Stan, jij natuurlijk ook hartstikke bedankt. Jullie thuis, dank je wel voor het kijken. Dit was de laatste aflevering van afgelopen seizoen. Ik noem het liever de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van VVV Live. Dank jullie wel voor het kijken. Tot het einde zijn wij gebleven, volgehouden. Dat had het niet meer ging. Verhalen van vroeger. Een ingreep van Menzo tot de return van Jos Loemkaart. Overdreven en de klok liep door. Maar een herinnering, we hebben vroeger weggeloten. Nog altijd graag. Tegen beter weer te leven. Kip zwart,
We blijven lachen en niet te proten. En niemand zag het toen de zon verdween. Leemans! Oh, dat is een andere goal! Bezegeld de portie van VVV en wint VVV!